Is het de bedoeling dat we hier zo stil hangen? Of? Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik een super epische Minecraft map geïnstalleerd. Ik samen met jullie wil gaan checken. En deze map heeft alles te maken met achtbanen. Iets waar ik in het echte leven niet zo heel erg veel van hou. Ik hoop dat ik het in Minecraft wel leuk ga vinden. Dus doe alvast een dikke vette like op deze video als jullie meer van dit soort amusement park mappen willen. Waarin ik achtbanen en andere attracties gaat testen. En let's freaking go. Oké, onze meisjes. We gaan eens even kijken. Wij hebben hier een prachtig mooie minecart in zitten. In de chat staat: all you need to do is place your cart as far right as you can. Oké, nou, we gaan het doen, jongens en meisjes. Ik hoop... Oh, er is daar ook heel random gewoon een big aan het chillen tussen allemaal minecarts in. Dutchuber, één ding ben ik vergeten te vertellen. Bedankt om dit te doen. Oké, ik ben ready om jou weg te sturen. Oh, shit, ik moet hierin zitten alvast. Ik moet in de kart blijven zitten. The launch is ready. Oké, jongens, daar gaan we. Oh my god, dit is dus een nieuwe Minecraft achtbaan die ik zelf nog nooit eerder heb gespeeld. Er staat dat we extra veel snelheid gaan opbouwen nu. Oh, shit. Oh, wat gebeurt er? I need to see what a drop will do. Oké. Hij moet even testen wat een vrije val naar beneden met ons zal doen. Nou ja, ik ben natuurlijk een mannelijke man. Het interesseert mij allemaal niets waar deze minecart heen gaat waar ik in zit. Eigenlijk totaal wel, maar we zullen het zien. Let's go. Hij zegt van, ik ga even testen hoe jij reageert op een paar keer stoppen en weer doorgaan. Nou, daar reageer ik natuurlijk hartstikke goed op. Ik vind het helemaal geen probleem dat de minecart stopt en weer doorgaat. Zolang we maar niet te hoog in de lucht gaan, want ik heb namelijk wel een klein beetje hoogtevrees. Ik ben een beetje om me heen aan het kijken en de map ziet er op zich best wel episch uit, to be honest. You're ready? Ik ben ready. Good luck, Dutchuber. Oh, we gaan nu pas echt beginnen. Oké. Ik dacht dat we eigenlijk al echt begonnen waren, maar de achtbaan die gaat nu pas echt beginnen. Ik ben heel erg benieuwd. Het lijkt alsof we een soort van mond ingaan of zo. Alsof we een soort van lichaam van een bepaalde mop betreden. Oké, we gaan eens even kijken. Oeh, dit ziet er heel spannend uit. Oh, er gaat een countdown. 3, 2, 1. Oké, en nu beginnen we pas echt. Oh shit, jongens, waar gaan we uitkomen? Ik heb werkelijk maar geen idee. Oh shit, man. Hey, ik zeg je heel eerlijk. Ik vind het tot nu toe vind ik het er echt freaking epic uitzien. Ik zie er ook gewoon heel rustig een aantal biggen en koeien chillen. Oké, dan. Oeh, deze achtbaan is heel erg vet. Oh, wat is dat? Dat is een ingang van een of andere geheime dungeon of zo. Oké, ik hoop dat we daar zo meteen ook doorheen gaan. Ik ben heel benieuwd wat daar binnen is namelijk. Even kijken. Oh, we mogen hier niet verder gaan. No trespassing. Dutchuber, iets klopt hier niet, staat er in de chat. Oh my god, gaan we nu de geheime gang in? Nee, toch? Oh, ik denk dat we nu de geheime gang in gaan, jongens. Oh shit, er staat hier nog dat je er absoluut niet in moet gaan omdat het gevaarlijk is. En toch gaan we erin. Oh my god, jongens, ik ben benieuwd wat er op ons te wachten staat. Oh, we zijn er alweer uit. Even kijken, sorry, dat was een oude faciliteit, staat er in de chat. Oké. Niks om ons zorgen over te maken, jongens. We zijn nog helemaal veilig. Er is nog niks aan de hand met de benadrukking op nog. Zag ik daar nou een vliegende fakkel? Ik zie daar letterlijk gewoon vliegende fakkels in the middle of nowhere. What the hell? Oké, dat was leuk, I guess. Even kijken, waar gaan we naartoe? Zoveel bochten in deze achtbaan, jongens. Als dit real life zou zijn, zou ik waarschijnlijk nu gewoon echt al kots, maar dan ook echt gewoon kots misselijk zijn. Like deze video trouwens massaal, want als we heel erg veel likes halen, dan heb ik het dus echt over een paar duizend. Dan weet ik dat jullie dit soort mappen leuk vinden. En dan ga ik er gewoon meer van opnemen, want er zijn geloof ik echt superveel pretparkmappen te vinden. En natuurlijk ook achtbaanmappen. En omdat ik in het echt niet in achtbanen durf, is het op zich wel een mooie vervanger om in Minecraft in achtbanen te gaan. Oké, we gaan eens even kijken waar we uitkomen. Excellent results so far. Oké. De persoon die tegen ons aan het praten is in de chat, die is tevreden met hoe wij functioneren. Wow! Kijk dat cruiseschip daar, gek. That's amazing. Oh my god. Nee, oh my god. We hangen letterlijk aan een soort van kleine cliff. Het begint in één keer te regenen. Oké, jongens. Ik ben een beetje zenuwachtig aan het worden op dit moment. Vooral omdat ik eerlijk gezegd niet weet of dit de bedoeling is. Oké, hallo. Is het de bedoeling dat we hier zo stil hangen? Of? Ik zie in ieder geval wel dat daar een hele mooie boot is. Ik denk dat dit niet de bedoeling is, jongens. Oh shit, snel. Oh nee, oh nee. Oké, het gaat helemaal fout, jongens. Het gaat helemaal fout. Ik denk dat we even die game mode 1 in de strijd moeten gaan gooien. Let's go, hoppakeetje. We pakken even een minecart erbij. Deze mag weg. En we zetten hem even hier zo neer. Snel. Oh nee, wat doe ik? Oké, we zitten erin. Is het gelukt? Ik denk dat het is gelukt. We hebben letterlijk twee minecarts in elkaar neergezet en het werkt alsnog. We zitten letterlijk in twee minecarts tegelijk op dit moment. Ik bedoel, besef. Oké, ik heb geen idee waar we naartoe gaan, jongens. Maar dat zullen we waarschijnlijk zo meteen wel gaan zien. Oh, ik doe even weather clear, want ik word een klein beetje bang om al in zo'n enge achtbaan te zitten. En dan, oh nee, we gaan ook nog eens onder de grond of niet soms. Waar zijn we? Oh my god. Jongens en meisjes, ik vind deze boot er zo epic uitzien. Is het nou gewoon letterlijk een boom op die boot? Ik zag geloof ik letterlijk een boom op die boot. Sinds wanneer staan er bomen op freaking boten? Dat heb ik nog nooit eerder gezien.
Oh shit jongens, het ziet er heel spannend uit. Ik ben echt heel erg benieuwd waar we gaan uitkomen. En of we ook nog echt heel hoog in de lucht gaan. Oké, het lijkt erop dat we nu wel even een eindje omhoog gaan. Let's get it. Yo, ik kom weer langs de vliegende fakkels. Geen idee wat die daar doen. Hé, maar dit is wel één epische rollercoaster ride. Want ik ga eerlijk voor je zijn. Zelf heb ik nog nooit echt in een grote achtbaan gezeten. Ik heb dus één keer, zoals ik jullie dat verhaal eerder heb verteld, in Walibi in een soort van treintje gezeten. Een soort van mini-achtbaan. En ik was zo ongelooflijk bang daarin dat ik er gewoon uit ben gegaan. En sindsdien ben ik eigenlijk gewoon literally nooit meer in een freaking achtbaan gegaan. Het is denk ik gewoon niet voor mij weggelegd. Maar ik vind het wel heel vet hoe ze hier literally een boot gewoon aan de zijkant hebben geplaatst. Waar je gewoon lekker naar kunt kijken wanneer je in de achtbaan zit. Zullen we zo meteen gewoon eens even een kijkje nemen? Misschien is er wel wat episch in die boot te vinden. Je weet het maar nooit. Oké, jongens. Ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik denk dat we of nu klaar zijn, of we gaan gewoon nog een keer naar beneden. Want het lijkt alsof we elke keer weer ergens naar binnen gaan. En dan gaan we weer naar boven en dan gaan we weer naar binnen. Er gebeurt van alles en nog wat. Oeh, waar zijn we? We got just what we needed. Oh. Wat is er aan de hand? Oh, het is gelukt. You have truly been a pioneer. Thanks for your bravery. Hij bedankt ons voor onze moedigheid. Nou, daar ben ik blij mee. Zullen we gewoon even een beetje de boel onderzoeken? Want nu ben ik eigenlijk best wel benieuwd wat hier allemaal is. Dit is echt zo... Oh, er zit gewoon hout in. Lol. Oké. Nee, wacht even. Ik wil heel even naar de boot toe, jongens. Hé, dit was trouwens wel één epische achtbaan. Ik ga niet voor jullie liegen. Shoutout naar de maker van deze map. Maar nu ben ik toch wel even benieuwd wat deze boot hier deed. En of die ook daadwerkelijk ingericht is. Want dat zou heel erg vet zijn. En als die niet ingericht is, jongens, dan moet ik even mijn payback nemen. Oeh, wat de hel is dit? Ah, dit hoorde waarschijnlijk bij de storyline. Want je had namelijk in het begin een storyline. Maar ik had geen zin om daarnaar te luisteren. Ik wou gelijk in de achtbaan. Oké, jongens en meisjes. Het spijt me zeer. Maar dit is de laatste keer dat wij naar deze prachtboot kunnen kijken. Jongens en meisjes, daar gaan we. YOLO Boys HD 6964P. Let's get it. Oh, wat is dit? Oh, dat is een jazzclub. Oh, het is wel ingericht. Hier kunnen mensen een optreden geven. Oké, nee, sorry jongens. Mijn optreden gaat zo knallerig zijn dat er waarschijnlijk niks van de boot overblijft. Knipoog. Oké, we gaan eens even kijken jongens. Hoppakeetje. Even door het raam heen. We gaan hier gewoon een soort van Titanic van maken. Maar dan in plaats van een ijsrots botst die gewoon letterlijk tegen 64 TNT aan. Let's get it jongens. We gaan helemaal naar boven toe. Hoppakeetje, nog meer naar boven. En nog meer naar boven. Er viel gewoon rustig een anvil naar beneden. Dat kan allemaal als je met mij een video opneemt. Let's go jongens. Ik hoop dat jullie ready zijn. Daar gaan we. 3, 2, 1. Rest in peace. Oh shit. Dit kan nooit goed gaan. Oh. Op zich valt het nog wel mee, I guess. Ik bedoel, er is nog een redelijk groot gedeelte van de... Oh nee, laat maar. Oké, ik neem mijn woord. Hé, wacht eens even. Gaan jullie nou schijnheilig zitten doen en niet ontploffen? Dat is... Wat de hel is hier... Wat de hel is hier gebeurd? Oh my god, ik heb het gewoon laten glitchen, jongens. Like, for real. Dit is gewoon een half... Oh, nee, laat maar. Ik heb het niet laten glitchen. Ik heb gewoon letterlijk heel de boot opgeblazen. Nevertheless, vonden jullie dit nou een toffe Minecraft map? En willen jullie mij meerdere Minecraft achtbaanmappen zien installeren? Of eigenlijk meer zien spelen? Like deze video dan massaal. Abonneer op mijn YouTube kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. En tot de volgende keer. Adios.